Voor andere tijden sport, over naar het Olympisch Stadion in Amsterdam. Er was eens een voetbaldwerg, genaamd Zuid-Korea. Die dwerg kocht een reus met een snor uit Varsseveld. En toen voltrok zich een wonder. Een WK-wonder. Goedenavond. Het is een regelrechte sensatie. Zuid-Korea, een klein voetballand, verrast de wereld op het WK van 2002. De Koreanen, die tot dan toe nog nooit een WK-wedstrijd hebben gewonnen, stoten door naar de halve finale. Ten koste van grootmachten als Italië, Portugal en Spanje. De architect achter dat mega-succes is een Nederlander, Guus Hiddink. Andere tijden sport over de geboorte van een voetbalwonder. Tell him 15 minutes to be back in here. Happy New Year. Boxy. Hi. Kijk, deze man die is zwaar daarna, maar die was misschien in 2002. Toen het gebeurde op laatst, was hij misschien 3 jaar of zo, ja? Weet je, mijn jongen. Dus dat wordt wel, het wordt wel doorverteld, zeg maar. No, one is enough. Right. Thank you. Het is niet meer zo massaal gelukkig als toen. En ik dacht, dat gaat wel weg na 2 jaartjes. Maar elke keer kom dan, ja. Ik voel me wel thuis en er komen wel mensen op je af. Ja, thank you. Enjoy. Pali. Hoe is het? Die oude vrouw die houden echt, die houden je vast, joh. Oké? Ja, kom. Doe zit. Guus Hiddink, de verlosser van Korea. Zelden stijgt de status van een voetbaltrainer tot een hoogte als die tijdens de zomer van 2002. En hang met het is 1-0. Nu is het stadion te klein. Tijdens het WK in Zuid-Korea en Japan ziet de wereld hoe een achterhoeker een voetbaldwerg naar het allerhoogste niveau tilt. Park, hij scoort en Incheon ontploft. Our players were like monsters. Kopbal is het en het is af en het sprookje duurt voort. Je voelde aan alles dat deze ploeg iets ongelooflijks had gepresteerd, ook voor de Koreaanse bevolking. Het land helemaal op zijn kop. We forgot about the spirit. If we have a dream, try hard enough, we can get what we want. Hiddink was the guy who provided that spirit back into the Koreans. Het verhaal over het Koreaanse voetbalwonder begint in het zakencentrum van Seoul. Twee voetbalgekke topmannen van de multinational Hyundai hebben een ambitieus plan. Het WK-voetbal naar eigen land halen. De een is Dr. Chung, president van het bedrijf. Zijn rechterhand heet Sam Ka. In the beginning, nobody believed that we could bring it. So no support, even from government. When we started, it was very, very negative. We won the bid, at least with Japan, and we are co-hosting the event. So we had to do something, and we cannot, you know, I mean, we are the hosting nation, we cannot, you know, be a so-so team and, you know, go down the drain. There was a big demand from the Korean fans to find a suitable, high-quality coach.
Who was giving the task of finding the right person? It was Jung Mong-jun. Jung Mong-jun was ordering Sam Carr to go and look for scouting for the coaches. Bij zijn zoektocht naar de ideale coach herinnert Carr zich een nogal onaangename ontmoeting met een Nederlander een jaar eerder. When I was working on the list, potential candidates of our new head coaches. And all of a sudden, I had a feeling that this guy. Zuid-Korea dat in de geschiedenis van de wereldkampioenschappen voetbal nog nooit een wedstrijd won. I was there as one of the team managers for our Korean national team. Some of the players were really nervous. You can tell because the players were not acting as usual. De nervositeit van de Koreanen komt niet uit de lucht vallen. De dag ervoor is er in het stadion een incident. Beide teams mogen er om en om een uurtje trainen. But until almost 7 p.m. I couldn't see they were, you know, going to leave the pitch. Because from 7 we must have our one session, warming up and training. So I became a bit nervous. Die oranje jongens waren zo enthousiast, ik kreeg ze niet van het veld af na een uur. Dus we gingen nog even door en die Koreanen stonden al te trappelen, zeg maar heel bescheiden aan de zijkant. Dus we stalen wat tijd van hun. So I called the FIFA media officer, asked him what happened to these guys. It's almost 7 p.m. And then he brought one man with a mustache. I never saw him before. He said, oh, how do you do? My name is Hiddink. He had this very stern, very rigid, even a little bit scary face. And then I asked him to leave the pitch. He said, okay. It takes another 10 minutes. So I get more nervous. We were already intimidated before going into the match. Goku, cheated with links. Yeah! It worked. But as you know, next day, we lost 5-0 to Dutch team. Nu schieten voor 5. Daar is 5. Wat ik heb begrepen is na het debakel op het WK 98 dat ze toen eigenlijk al besloten hebben van wij willen een buitenlander. Ik werd gebeld en zeggen kan ik je spreken? Ik zeg goed. Goed, ik ben thuis. Ja, ik ben er al, zegt hij. Hij was al in Amsterdam. En ik zit in het hotel. Ik zei, oké, dan kom ik eraan. It was in the lobby of Amsterdam Hotel. I was very surprised to find that he got bigger. He got some weight. And also he didn't have a mustache. Hij zei, je weet, we hebben de WK in Korea, Japan. Dus wij moeten presteren. Wij moeten presteren thuis. We moeten bij de laatste 16 komen. Ja, en als je kijkt, keek op dat moment waar Korea stond in de FIFA-ranking. Die stonden 60, 70, 80ste plek en nooit wat gewonnen. Dus dan denk ik zo, dat zijn grote ambities bij de laatste 16. Even though he didn't say yes or no, he gave me some homework already. Some conditions. Very interesting conditions. Ik zei, nou, mijn advies is, omdat je toch zo'n hele bescheiden en gesloten voetbalgroep hebt, zou ik ermee de wereld rondreizen. Dus ik zou daar een budget voor gaan creëren. Maar dan moet je vooraf al spelers eigenlijk bij je halen en een jaar, anderhalf, als een soort clubteam gaan trainen. Los van hun clubs? Los van hun clubs. En daar is gewoon een profleague. Dus ik stelde eigenlijk die twee adviezen. Ik denk, ja, dat is onhaalbaar. Maybe he liked to find an excuse if he liked to say no. Because if we couldn't accept it, it was very easy for him to say no. Dus hij weg en binnen 10 dagen is hij terug. Op dezelfde stoel zit hij. En hij zegt, nou, de eerste over het budget om de wereld rond te reizen, om ervaring op te doen tegen grote landen, dat is akkoord. Hij zegt, de tweede hebben ook vrijstelling gekregen om de jongens uit de clubs te halen wanneer je ze nodig hebt. Ten alle tijden.
Dus ik denk, zo, binnen 10 dagen hadden ze dat geregeld. I found he was very surprised, but you know, he didn't say anything, but oh. KBS 스포츠 뉴스입니다. 우리나라 축구 대표팀의 지휘봉을 잡게 된 히딩크 감독이 오늘 입국했습니다. 세계적인 명장다운 여유를 보인 히딩크는 2002년 월드컵에서 좋은 성적을 올리겠다는 자신감을 나타냈습니다. 코수염이 인상적이던 히딩크는 한국 골문이 열릴 때마다 환호했습니다. 2년 반이 지난 오늘 운명처럼 한국에 온 히딩크는 멋진 코수염을 깎고 말끔한 모습을 선보였습니다. We expect Mr. Hiddink to lead Korean team to the second round at least, the second round of 16 at least, and we want him to continue to lead Korean team all the way to the top. 히딩크가 오늘 정식 계약을 맺고 한국 축구 사령탑에 올랐습니다. 연봉을 밝히지는 않았지만 100만 달러, 우리 돈으로 약 12억 원이 넘는 것으로 알려졌습니다. I would be very pleased. If we can beat, if they are in our group, we can beat Holland when qualified. Hiddink belegt zijn eerste trainingskamp in Ulsan. De stad wordt ook wel Hyundai Republic genoemd. Scheepswerven, winkelcentra, hotels, alles is hier in handen van de multinational. Hyundai Group was those days really largest conglomerate in Korea. Hyundai Group was a very important sponsor and also support of football activities in Korea. Hyundai nam dan ook in de voetbalbond alles over qua management. Sam Kaak komt van de Hyundai, mijn tolk en andere jongens en meisjes die komen van de Hyundai en die nemen, ja, nemen over, dat klinkt dramatisch, maar die nemen zo'n kantoor over om te managen. Maar dat vinden we onvoorstelbaar. Dat is alsof Philips in één keer posities binnen de KNVB gaat bezetten. Ja, zou niet slecht geweest zijn, maar dat is een tussenopmerking. Ja, nee, dat is, zo is het. Die macht is anders dan wij hier kunnen voorstellen. Campaign with Mr. Hiddink first started in early January 2001. I was his interpreter. I took Ms. Hiddink and Pim and Jan down to Ulsan to join our national team. From the first day, boom, he started asking so many questions. I was happy to answer them, but some of the questions had already answers in his mind, I believe. So I had to try in my own way to also enlighten him in the same time, because I told him, no, that's not everybody like that, you know. Not all Koreans are this way or that way. There are certain things more common, but you know, some Koreans are very aggressive. Some are fighters, you know. So you cannot think of them as just one big, fluffy, nice guys, you know, teddy bears or anything like that. We have very important emphasis on the respect for the old people. Mm-hmm. Even same in the same team. So in the same team, when you have the older players, they must be respected. Sometimes even the game itself affected by this kind of tradition. Seniority. Yeah, seniority. He didn't like it. So he have the players call each other like just friends. Just friend, without any consideration of. No matter how old you are. If it's a Korean coach, he could have never done it. He's also part of the culture that he cannot be breaking his own culture because he doesn't even know how to. Yeah. But because he's a foreigner with a Western mentality, that he could tell the players to let's try this, and then the players might not agree with this all the time, but you know, we could try it. Terwijl Hiddink aan het werk gaat, wordt hij nauwlettend in de gaten gehouden door leden van het machtige technisch comité van de voetbalbond. Ja, dat waren eigenlijk een soort spionnen. Maar dat paste ook in de Koreaanse cultuur. Vanuit de nog altijd bestaande formele oorlog met Noord-Korea heerst daar ook wel spionagecultuur. Dus ook een spionagecultuur vanuit de technische commissie naar ons, nog wat wantrouwen. And some of these members didn't like Hiddink's style, of course, because they had some worry. Het is het technisch comité dat in Korea bepaalt hoe de selectie eruit ziet. Vriendjespolitiek wordt niet geschuwd. Hiddink trekt zijn eigen plan en presenteert een paar uur voordat de bond haar spelerslijst bekend wil maken, zijn eigen namen.
Dat was een klap in het gezicht van de technische commissie. Uiteindelijk was het nodig dat Guus stond voor zijn selectie en het zelf bekend maakte. Sam K. en dokter Tjung, de leidende mannen eigenlijk, die zeiden: ga je gang, je zal veel weerstand krijgen, maar wij dekken je. En wij hebben er nooit aan gepresteerd, dus doe het maar zoals jij denkt dat het moet gebeuren. I saw your picture on newspapers, on TV. Every day, every hour. Met de steun van dokter Tjung kan de internationale trainingscampagne van start gaan. Het enorme budget dat Sam K. al in het Amstel Hotel heeft toegezegd, wordt ingezet om tegen grote voetballanden te kunnen oefenen. We like to play Korea those days. Without paying a lot. How much money are we talking about? Depending on negotiation, but yes, $1 million normally. Yes. For one match? Yes. 한국 축구가 유럽 전지 훈련을 총 결산하는 체코와의 평가전에서 5-0 완패를 당했습니다. De tournee lijkt uit te draaien op een drama. Tegen grote voetballanden zijn de verliezen enorm. Getting the experience for my players is much more important than other good results in this moment. 히딩크는 조금도 위축되지 않을 뿐 아니라 여전히 일관된 자신감을 보이고 있다. In the voorbereiding heb ik een programma gemaakt waar we onder andere tegen Frankrijk speelden, wereldkampioen, waar we tegen Tsjechië speelden, ook een gerenommeerd Europees team, waar we tegen Uruguay speelden in Montevideo. Kortom, en dat waren grote uitslagen, waarvan 2-0-5 uitslagen. Dus ik kreeg de bijnaam al, zonder dat ik het wist, in de pers van Mr. 0-5. When he was called Mr. 5-0, did he ever say to you, I give up, I quit? No, he didn't. Not officially. He never said officially, I like to fit. He never. He's not such a man without such a responsibility. So he never said officially. But unofficially, personally, sometimes he said he'll leave Korea. Het elftal beleeft een dieptepunt in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo. Hiddink wil zijn tamme, vaak verlegen spelers streetwise maken. We werden eigenlijk al vanaf het begin dat we aankwamen vijandig bejegend. Bij de douane, in de spelersbus op weg naar het hotel, al boegeroep door gassies langs de weg. En de spelers zaten een beetje te kijken, weet je, die voelden zich ook een beetje onwennig bij trainingen. Het was absoluut geen prettig gevoel, geen senang gevoel van, goh, we worden hier warm ontvangen. Daarom ben ik ook bewust die op positie gaan zoeken. Om te weten hoe streetlife is, hè. Er stonden twee militairen nog voor de kleedkamer. En iedereen dacht van, alles safe. En we komen na afloop terug en alles leeggeroofd. Ja. Some of the players were whispering, what's going on? And then they said, oh, our shoes are gone. Our Nike shoes, they're all gone. And some players said, oh, my watch is gone. My money is gone. Allemaal gejat uit de kleedkamer. Dus ik dacht, wat is dit? Weet je wel, zo. Nou, al die spelers in mineur. And he got so furious. We thought he would get upset at the Uruguayan fans or the country or the football association. But then he got upset at us, saying, you are so naive and we lost the match. But also, we also lost this part as well. So we lost both on and off the pitch. Handlangers van de bond of wie dan ook zijn de dieven op het spoor gekomen en hebben alle spullen weer teruggehaald. En die werden toen door Guus persoonlijk overhandigd aan de spelers met de boodschap van jullie moeten streetwise worden. Dit is een andere wereld. Dit is een wereld waar je van je af moet bijten. Dit is een wereld waarbij je meer met het mes tussen je tanden moet voetballen. En met het mes tussen je tanden ook moet denken. Pas dan komen jullie een stap verder. Zonder de bemoeienissen van het technisch comité heeft Hiddink zijn eigen selectie kunnen samenstellen. Hij breekt met de in Korea zo belangrijke cultuur van senioriteit. En veel oudere spelers worden naar huis gestuurd. Ze werden steeds meer bewust van hun kwaliteiten. Het aantal hiërarchische dingen die erin zaten, die zijn niet meer toepasbaar. Een voorbeeld is dat iedereen die een kans krijgt, scoort.
Dat ze niet meer kijken van, hey, hoe zijn de verhoudingen. Dat is letterlijk, een jonkie die vrijkomt voor een doel, kijkt eerst om zich heen. In het begin was dat zo, ja. Die keek eerst van, waar is mijn oude collega-spits? Kan ik hem die eer gunnen om het doelpuntje te maken? Behalve met de senioriteit rekent Hiddink ook af met de sterallures van met name één speler, Ahn Jung-wan. Ahn Jung-wan die speelde bij, niet eens top, ik denk tweede divisie, bij Perugia. En dat was natuurlijk de enige buitenlander die in Europa speelde. En die had enorm prestige, want die speelde in Europa. Die hadden een enorm prestige in Korea. Maar ja, prima jongen. Prima jongen, maar iets te al iets te mooi, weet je? Iets te mooi, iets te glamorous. Hij kwam daar aan zo van, nou ja, ik kom eventjes vanuit Italië hier naar die trainingskamp. Gaat om een oefenwedstrijd en ik raak wel even een paar balletjes, maar ik ga me niet overmatig inspannen. Zo kwam hij eigenlijk aan en werd ook natuurlijk ontvangen door de media als de grote held. Terwijl wij wel wisten dat hij bij Perugia alleen maar op de bank zat. Heb ik ook gezegd van, Annie, je zal toch even een paar stapjes bij moeten zetten. Wil jij jouw talenten kunnen gaan gebruiken? Toen werd hij niet eens opgesteld voor die oefenwedstrijd, daar begon het al mee. Dus dat zorgde al voor heel veel wenkbrauwen bij de media en weer gebrul en dit en dat. En toen mocht hij eventjes invallen. En bij de volgende oefencampagne is hij niet eens geselecteerd. Daar is Guus een meester in, om mensen te prikkelen, om ze uiteindelijk over een drempel te krijgen, om ze uiteindelijk in beweging te krijgen. Met hard werken verdient Ahn zijn basisplaats terug. Na bijna een jaar schaven krijgt de selectie die Hiddink voor ogen heeft, vorm. Het team verjongde en dat werd ook steeds brutaler. En ja, de meeste swing kregen ze eigenlijk toen je 3-4 maanden voor de WK... Ja, toen zijn we bijna permanent bezig geweest. Tweede ronde WK. Dat was het ultieme doel vanaf het begin. Met de start van het WK verstomt de kritiek op de bondscoach. Teammanager Jan Roels legt voor de zoveelste keer uit wat Hiddink zo bijzonder maakt. Charismatic. You know that word, charismatic? And also with a sense of humor. De druk werd opgevoerd. In de media, binnen de ploeg, voelde je wel. Hiddink, get heads up! Ja? Nationale zaak voor Zuid-Korea om deze wedstrijd winnend af te sluiten. Als je een toernooi met de eerste wedstrijd verlies begint, dan ben je al bijna geslaagd. Ze hebben nog nooit een wedstrijd gewonnen op een WK. De eerste winst is binnen. De Koreanen bereiden zich voor op het duel met Amerika. De dag voor de wedstrijd traint de ploeg in het stadion. Hiddink is gespannen en chagrijnig over de toestand van het veld. Het gras was naar mijn idee, ja, je hebt allemaal van die rare ideeën, was 5 mm, 4 mm te hoog. Er zijn standaarden voor, het moet 2,4 zijn of tussen 2,4 en 2,7. Maar ik vond ding, dat is bijna 3. De lengte van de spriet. Lengte van de spriet, moet je aangaan. Maar wel belangrijk. He want to have very short grass, 2 centimeter long. Normally 2.5, 2.7, only 2 centimeter long. Ik zeg, Sam, hoe kan dat nou? Dat gras is veel te hoog. Ik zeg, het moet gemaaid worden. Dan zegt hij niks. En dan denk ik, oké, hij hierin, daaruit. Nee, het is 's avonds, 's nachts is het gras nog een keer van 2.7 naar 2.4 gebracht. Ja, maar ik bedoel, dat flikt hij dan. En vlak voor de wedstrijd, die wedstrijd tegen Amerika, dan mag je maar sproeien van FIFA, ik denk 1,5 uur of 2 uur van tevoren, maar daarna mag het niet meer. Maar ik zei, Sam, dan is het dan weer droog met die zon erop. I told the FIFA media officer, oh, come on, I see we need open sprinkler. He said, no, we must cover all the
cameras, it's no time. No, no, we must give water. It's too much dry. He said, no, no. Okay. I asked the guys, open the tap. En opeens dan voel je een half uur voor de wedstrijd, oeh, dan gaan die sprinklers die gaan aan, weet je. Hij zegt, ja. Ik zeg, Sam. Ja, hij zegt, de computers waren kapot gesprongen. Ik weet niet hoe het gegaan is, zegt hij. Dus, ja, dat doet hij dan. Dat doet hij dan. O'Brien. Niet buitenspel. Mattis. Ja, doet het goed. En daar staat dan ineens de vernietiger van de dromen van Zuid-Korea. Clint Mattis. Dan de 78ste minuut. An. En het is raak. De bevrijdende koppel. Laat hem even zijn gang gaan. Dan gaat de scheidsrechter fluiten. En is Zuid-Korea enigszins teleurgesteld, ongetwijfeld, over het verloop van deze zaak. Na de 1-1 wacht het gerenommeerde Portugal. En Hiddink weet dat hij minimaal gelijk moet spelen om bij de laatste 16 te komen. Daar is Park. Park, hij scoort. En Incheon ontploft. En daar is de president. Kim Da-jung. Tranen van verdriet bij Portugal en tranen van vreugde bij Zuid-Korea. De president meldt zich na afloop in de kleedkamer. Hij deelt graag in het succes. Het geeft de coach de kans een speciaal verzoek bij hem neer te leggen. Ik zei, je moet eens wat doen. U moet eens wat doen. Als die spelers, iedereen moet daar in dienst, hè? Alle jongens moeten, ik weet niet, denk bijna 3 jaar. Bijna 3 jaar moeten ze verplicht in dienst. Ik zeg maar, je moet zorgen als we nou doorkomen. Dan moet je, dat is een soort premie voor de jongens. Dan moet je zorgen dat ze niet in dienst hoeven. Want dan is die carrière kapot van de jongens. Dan is het over. Als ze van 21 tot 24 niet kunnen voetballen. Ja, dan loop je zo'n achterstand op. Dat is haast niet in te halen. En we krijgen een telefoontje via, ik weet niet of ze elkaar was of een ander. Na de training van, oké, als jullie morgen winnen hier tegen Italië, dan zijn de jongens vrij, worden gevrijwaard. Ik vertelde dat die jongens na afloop van de training, dag voor de wedstrijd, ik zei, jongens, morgen dit en dit en klaar. Hoe werd daarop gereageerd? Nou, huilend in de middencirkel. Het ging allemaal bij elkaar staan. En ja, daar heb ik verder niet deelgenomen. Ik bleef op afstand. Maar het was zo'n heel emotioneel, heel huilend haars van, goh, dan moeten we morgen ook echt aan de bak. We waren de verrassing al voor velen. De media, het toestroom werd groter. We have a lot of respect for Italy. And the way they played always is very, very efficient. My team is more team who's going to have some adventures during the game. Y un gran diferencia en la experiencia, pero el equipo coreano ha cogido bastante experiencia muy poco tiempo. De sfeer was een beetje uitgelaten, ontspannen. De grote druk was er natuurlijk af. Nu kunnen we verder. Ja. Wat is Italië? Weet je wel. We zien wel, we gaan ervoor. Italianen en de Koreanen. De Italianen ontspannen, lachend. De Koreanen gespannen. Strakke kopjes. Volgens de laatste berichtgeving is de president vanavond niet aanwezig. De president van
Zuid-Korea. Maar die andere president, Guus Hiddink, zoals velen dat in de toekomst zouden willen hier in Korea, die is er natuurlijk wel. De wedstrijd tegen Italië wordt de sensatie van het toernooi. Song met de vrije trap. Veel beweging voorin. Hij geeft een strafschop. Hij geeft een strafschop. Het vasthouden van Seol wordt door de scheidsrechter bestraft met een penalty. Panucci is de dader en de scheidsrechter heeft gelijk. Het is Park in principe die de penalties neemt, maar deze keer is het An. En die scoort niet. Een kwartier later, Vieri. Richting Vieri gaat de bal. En hij hangt erin. Dat zijn de echte spitsen. Christian Vieri. De Italianen creëren kans op kans. Maar zijn niet in staat de voorsprong verder uit te bouwen. Mooi gespeeld Totti. Tomasi en goed gekiept door Lee. En dan de bal uit het doel getrapt door Choi. En dan. Als je denkt, nou wat is het onderdeel? Choi, je hebt het gehaald! Dat uiteindelijk die gelijkmaker valt van Sol. Ja, toen gingen er ook allemaal in geloven. They had so many chances. They couldn't score. Jerry, nog één keer. Totti, nog één keer. Totti gaat neer. Penalty of niet? Of geeft hij geel voor of opduik? Dat denk ik. Totti krijgt geel. En heeft geel, krijgt rood. Een dramatische beslissing van scheidsrechter Moreno. Trapattoni wordt gek. Oh, daar komt de kans voor de Italianen. Maar hij wordt teruggevlagd voor buitenspel. Tomasi, en ik vraag me af of dat zo was. Dat gaan we nog eens terugzien. Zeer twijfelachtig. I still remember the head coach of Italy was very angry at me because he was pounding. Trapattoni die ging achter die dugout, sloeg zijn pols bijna dubbel, geloof ik. Ja. 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 Die stond ook schreeuwend bij SMK aan de tafel, bij een monitor. Ja, maar die waren waarschijnlijk stoïcijns. He came to my table and pointing the TV monitors. He asked me, oh, come on, come on, you must come, this. He couldn't speak English, but blah. Lee. Andere Lee. Kopbal, en is het. En het is Park. Het is An. Het is niet Park, het is An. En het sprookje duurt voort. Het is onwaarschijnlijk. Het bestaat niet en het bestaat toch. De golden goal. Italië naar huis. Verslagen door een bankzitter uit de eigen competitie. Een kleine speler in Italië bij Perugia. Nekt de grote Italianen. De grote verdette. De situatie was werkelijk gewoon bijna oorlogzuchtig na afloop in de catacombe. Dat vond ik echt bedreigend. Italianen die met deuren smeten en officials die mij bijna aanvlogen. Alles werd omgesmeten. Iedereen was helemaal over de rode. Ik denk dat ze stoeltjes allemaal losgerukt hebben en alles. Ik zei, nou oké, okay. Gaan we morgen repareren. Ja, maar het was toch heerlijk. Wij hadden heerlijk. Wij waren de volgende ongedacht. Ongedacht de volgende ronde in. Jan Roef zei, het was bedreigend. Vond hij persoonlijk. Ja, ik niet zo. Ik genoot ervan. De Italiaanse officials zijn woest. Vooral scheidsrechter Moreno moet het ontgelden. De afgekeurde goal van Tomasi. En het rood voor Totti. De Koreanen hebben Moreno omgekocht, zo zeggen ze. I don't know what kind of corruption could make it. Well, they claimed that the maybe they could make it because we have a good mafia organization. In Korea, no mafia. We could make anything. My joke. Italië moet toch de Koreanen even klitsklatsklander weg kunnen geven. Mm-hmm. Ja. Maar als dat niet gebeurt, dan zijn de drijven zuur. Logisch. Dan mag je afreageren.
Maar als je dan zo ver gaat om daarover te praten over omkoping, moet je ook met bewijzen komen. Dat is in mijn ogen gewoon ondenkbaar. Ook omdat we ons doel al hadden bereikt. Dit was een bonus. Weet je, we hadden ons doel al lang bereikt. De eerder zo schuchtere spelers gaan zich steeds meer gedragen als gearriveerde toppers. Ontspannen slopen ze de feesttaart. Ook de coach oogt zeer relaxed. Trainen. Ah, shit. In die sfeer treedt het team in de kwartfinale aan tegen Spanje. En opnieuw zitten de Koreanen mee. Hierro, Helguera, Nadal, allemaal zijn ze voorin. En daar hangt hij. Nee, hij wordt afgekeurd. En in de verlenging keurt de scheidsrechter ook dit doelpunt af. Doelpunt telt dus niet. Dit was een grote fout van de assistent scheidsrechter. Tuurlijk, er zijn discutabele momenten over de scheidsrechter. Maar dan nog, weet je, op basis van het voetbal is het uiteindelijk niet verrassend geweest dat wij gewonnen hebben. Bereidt u zich voor op een orkaan, op een ontploffing. Halve finale voor Korea. Thea Minkum. Het stadion ontploft opnieuw. De stad ontploft, het land ontploft. Really exhausted game, which made our players really exhausted, so that you know for the third place match in 29th June, they were too much tired. Ploeg was op. Dat is weet je, we hadden sowieso maar 15, 16 spelers die WK waardig waren, en de andere weet je waar je nog wel eens op kan terugvallen, niet. Duitsland, halve finale, ja, ook weer een groot team en. Nou, we hielden nog een vrij lang stand. En toen kregen we een counter. Oh, komt daar de goal, daar komt de goal niet. Daar is hij toch van Ballack. En Ballack op redelijk gelukkige wijze kreeg die bal tegen zich aan. En 1-0, we hadden niet de veerkracht meer om. Het team was ook klaar. Dan is het afgelopen. En weer halen de Duitsers het. Eens moest er een einde komen aan het sprookje van het wonderteam van Hiddink. Korea eindigt als vierde op haar eigen WK. Dat wordt gevierd als de eindzege. Hiddink wordt ereburger van een land waar hij niet alleen op voetbalgebied een stempel heeft gedrukt. He comes back to Korea once, twice every year because he made a Hiddink Foundation, which is doing a lot of good things in Korea, especially providing football pitches or many other things. So it always gives him a very good image in Korean society. And they still love him here? I, of course. Nice to meet you. Nice to meet you. You are nice Korean. Thank you. I'm nice Korean. Thank you very much for the honor. Yeah. You are wonderful. Thank you. Fighting. Guus Hiddink. Voor altijd in het hart van de Koreanen.